Ik loop weer mee uit solidariteit met mensen die gekraakt zijn. En om het feit dat de woningbouw, of het woonsysteem gewoon een kloot is. Te weinig woningen die betaalbaar zijn. Heel veel leegstaande kantoorgebouwen. Er wordt veel geld gestopt in hypotheken en in de bouw van kantoren, maar niet in sociale woningbouw. Toevallig stond in de Volkskrant vandaag, of vrijdag, een artikeltje wat gaat over Amsterdam. De Amsterdamse burgemeester die heeft gezegd dat ze dus heel veel panden gaan ontruimen. En toen werd er gevraagd door een gemeenteraadslid van, ja, maar ontruimt u nou voor leegstand? Nee, want de krakers gaan eruit, maar kraakwachten gaan voor in de plaats terug. Dus om niet mensen. Maar die hebben gewoon helemaal geen huurcontract. Die hebben helemaal geen basis, geen goede, stabiele basis, gerechtelijke basis om daar te kunnen blijven wonen. Dus elk moment kunnen die eruit gezet worden. En er zijn altijd veel minder mensen die via de kraakwachtsystemen wonen dan gewoon krakers. Dus eigenlijk creëer je nog meer leegstand. Nee, dat is een oplossing voor speculanten. Dat ze kunnen laten leegstaan in feite. Maar mensen hebben geen huurrecht. Dus die zitten in een hele slechte situatie. Maar er is nog wat anders. Iemand zei vandaag dat bijvoorbeeld in Den Haag, Zuidwest, staan heel veel woningen leeg. Hè? Flats. Die zijn ongeveer 110.000 euro, 150.000 euro. Die worden niet verkocht. Niemand wil ze hebben. Dat is gewoon het probleem van de woningmarkt. Maar de gemeentes zouden gewoon die woningen kunnen opkopen, of als ze al voor hun zijn, en dan de boel gaan verhuren. Ja, dan kunnen een paar mensen misschien wonen per flat. Daar kun je dus heel veel startende woningzoekers kan je gewoon bedienen. Maar dat willen ze niet, want ze willen eigenlijk steeds meer dat de overheid terugtreedt. En dat is gewoon belachelijk. Eigenlijk zouden de gemeentes zouden gewoon veel meer hun eigen beleid daarin kunnen gaan voeren. En ook kleine winkeltjes in het maken van kleine winkeltjes in wijken, zodat het leefbaarder wordt. En andere voorzieningen ook. En dat zou gewoon moeten veranderen. Kraken is een oplossing voor mensen die weinig geld hebben. En voor het feit dat er gewoon te weinig aangeboden wordt. Maar bijvoorbeeld heel veel huurwoningen die nou aangeboden worden, zijn gewoon zo duur dat mensen die niet kunnen betalen. Krakers werken over het algemeen, of studeren of wat ook. Maar heel weinig mensen hebben nog een uitkering, dat is echt onzin. Nou, ik vind het goed dat zoveel mensen zijn gekomen om te demonstreren. En ik wil er ook even zeggen dat tot nu toe is de politie redelijk rustig gebleven. Maar bijvoorbeeld op 1 oktober, 2 oktober in Amsterdam en Utrecht, Nijmegen. Toen heeft de politie echt de boel geprovoceerd. Mensen waren niet opstandig, hadden geen zin om rellen te schoppen. Maar de politie heeft de boel geprovoceerd. Er zijn rellen ontstaan. Mensen zijn in elkaar geslagen door politiepaarden overlopen, zeg maar, bijvoorbeeld in Amsterdam. En dat is gewoon waanzinnig, weet je. Dat geeft ook een beeld gelijk naar buiten toe. Via de media, dat krakers, waar krakers zijn, rellen ontstaan. Hè? Dat is gewoon onzin.